shop log. Vandaag heb ik een aantal dingen bij ingesprokkeld die ik in de afgelopen weken heb gekocht. Zo heb ik een aantal dingen gekocht bij IKEA, bij Action en bij de Shoe Discount. En die ga ik jullie nu even laten zien. In de IKEA heb ik dit ding gekocht. Hij zit vast, dus ik laat hem even zitten. Dit is een oplader met 3 USB-gaten erin. Waarin dat je dan USB-laders kan stoppen en zo kan opladen. Ik vind het super handig, omdat het allereerst een verlengkabel is van mijn stopcontact onder mijn bureau tot iets op mijn bureau. En als ik s'avonds nog mijn gsm wil opladen voor het slapen gaan en hem wil uittrekken als ik slaap, of net voor ik slaap, dan kan dat gewoon heel erg gemakkelijk. Als ik hem 's morgens wil ik in de badkamer zit ook nog even wil opladen, geen probleem, heel erg gemakkelijk. Ook heb ik deze kabel gekocht. Dit is een iPhone kabel. Ook bij IKEA heeft een redelijk lange draad. En heel erg handig om mijn iPhone op te laden. Hopelijk werkt hij nog steeds na een Apple update. Want ik heb al heel erg vaak gehad dat kabels die ik koop niet van het merk Apple na een update niet meer werken. Vreselijk irritant. En ik hoop dat deze het wel nog doet na de update. Deze draad is trouwens omringd met een soort stofachtig iets, waardoor dat hij niet zo snel kraakt. Echt een magnifiek leuke kabel. Bij Action kocht ik onder andere deze 2 dingen. Dit zijn grote blokken met 24 bladeren met verschillende designs. Ik had al eens in zo'n blok gekocht bij Action. Omdat ik wel eens benieuwd was voor mijn bullet journal. Maar ik heb iets veel beters gevonden. Dat is namelijk de ideale grootte en achtergronden voor mijn foto's die ik maak. Voor productfoto's van make-up producten en zo. Dus daarom heb ik er nog een aantal gekocht. En ook deze fleurige prints. Elke print heeft een voor- en achterkant, maar ik heb onlangs ontdekt dat ze allemaal 2 keer voorkomen. Dus dat is geen probleem als je beide printen nodig hebt. Hij zou ze misschien wel ergens op willen kleven. Aangezien ik ze nooit opkleef, is dat voor mij geen probleem. Maar als je ze wil gebruiken om in je bullet journal mee te werken, dan is het wel handig dat je alle prints hebt en niet gewoon 1 print met voor- en achterkant. In Action kocht ik ook 2 kweeksets. 1 voor basilicum en 1 voor Parijse worteltjes. Dat zijn van die very kleine worteltjes. En ik hoop dat het goed gaat gaan. Ik ben namelijk heel erg fan van basilicum om dit te gebruiken. Mijn vorige plant ging net dood. Dus en dit is ook gewoon heel erg leuk als je van die kleine worteltjes kan eten. Aan de achterkant van het karton staat er dan op wanneer je ze kan beginnen zaaien. En zo van die informatie en van deze worteltjes is de plantaanwijzing om te zaaien in het bakje van januari tot mei. Het staat er ook bij hoe je het moet doen. Deze moet je wel verpotten in een grotere ruimte, omdat wortels nogal de neiging hebben om goed te wortelen. Ik kocht 2 vogelnetten in de Action. Heel belangrijk, omdat je heel wat dingen moet afschermen in je tuin tegen vogels. Zo, waaronder aardbeien. En dat zijn netten van 4 op 5 meter. Ook sla moet je hiermee afzetten. Aardbeien, eigenlijk bijna van alles in de woestijn. Ik heb dit gekocht.
Ik weet eigenlijk niet hoe die dit noemt, maar dat is om zo plantjes in de grond te zetten en om van die putjes te maken. Er staat ook een maateenheid op, dus voor hoe ver dat je eigenlijk in de grond zit. Ten slotte heb ik heel wat schoenen gekocht. Mijn eerste paar zijn deze. Dit zijn sletsen eigenlijk. Met flamingo's van het merk Too Busy. Deze waren €9,99. Ik heb trouwens schoenmaat 43, 42, 44. Afhankelijk van waar en welke schoenen. Dit paar was een korting, was nu €19,99 en normaal is hij €29,99. Ik vind het echt heel erg mooie schoenen. Namelijk deze. Het zijn sneakers in een okergele kleur, eigenlijk bijna mosterdgeel. En ja, echt heel fijn. Deze zijn ook maat 43. En de binnenkant heeft ook wel iets leuks. Niet dat je dat ooit ziet en dat verhaalt heel veel, maar voor het begin is het wel leuk. Ik had trouwens echt schoenen nodig. Ik heb momenteel namelijk maar één paar schoenen. Één paar botten. Alleen laarsjes. Van die zwarte en van die bruine. Dus eigenlijk twee paar. Een paar tuinlaarzen en een paar sletsen of twee paar sletsen. Dus iets te weinig. Vooral omdat ik soms ambetante voeten heb en aan afwisseling is dus aangeraden met mijn voeten. Ik kocht ook een paar van deze All-Stars. Misschien vraag je nu al wel af, Fobe, waarom is één paar super mooi geknopt en het andere paar niet? Wel, ik kon er niet tegen dat ze zo waren geknopt om ze te passen. Ze hebben een blauwe kleur en waren €9,99 op maat 43. Ja, ik heb grote voeten. Dit zijn trouwens allemaal, behalve van Mingo, sletsen en schoenen uit de mannencollectie. Omdat ik nogal grote voeten heb en meestal bij de vrouwencollectie niks vind. Omdat de 43 van de vrouw meestal zelf te klein is voor mij. En ze hebben ook maar twee paar of zo, drie paar in de vrouwencollectie. En tenslotte kocht ik deze leuke sneakers. Ik heb er lang over getwijfeld, maar ik vond ze echt zo zot dat ik ze toch maar heb gekocht. Deze zijn ook een maat 43 en waren €29,99. Ze hebben zo'n beetje een ventilatie. Ik vind ze echt heel fijn. Ook dit detail en die kleuren. Echt heel erg leuke sneakers. DMG. Voilà. Nu heb ik een stapel schoendozen op mijn bureau. En dan ga ik deze video afsluiten. Bedankt voor het kijken. Vergeet je zeker niet te abonneren hieronder. En misschien heb je wel wat inspiratie opgedaan voor volgende aankopen. Doei!